Goed, stap 1. Het leuke van omdenken is dat het niet begint bij een visie of een plan of een doelstelling of een missie of kernwaarden of een soort stip aan de horizon. Het paradoxale van omdenken is dat het niet begint bij wat je wel wil. Het leuke van omdenken is dat het altijd begint bij wat je niet wilt. Het startpunt, maar vooral ook de brandstof van omdenken is namelijk altijd en per definitie een probleem. Tim, kan je even terugkomen, Tim? Heb je een microfoon? Of, nee. Kan je anders even de handzender pakken? Je zou toch gewoon die borden ophangen, Tim? Ja. Wat is dit? Spider-Man. Ja, dat zie ik, maar mijn vraag is eigenlijk waarom? Oh, waarom? Nou ja, ik dacht, we hebben die wanden waar we die borden tegenaan kunnen kleven. Okay. Dacht ik, hey, hoe kunnen we dat een beetje theatraal aankleden? Dacht ik, nou, wie kan er nog meer tegen wanden, muren aan klimmen? Spider-Man. Oké. Okay. En die bewegingen erbij? Die dans. Oh, dans? Ja. Dat is een dans? Ja, dat is een vrij moderne dans. Mm-hmm. Ja, die laat ik een beetje intuïtief opkomen. Ja, het zijn meer impulsen. Oké. Okay. Ja. Okay. Wel leuk? Die dans? Dans? Ja? Ik zou zeggen, werk er verder aan. Ja. Kijk wat je ermee kan. Ja, verder onderzoeken. Zie je het als een experiment? Ja? Oké. Dankjewel voor de feedback. Wat is je eerste neiging als je met een probleem geconfronteerd wordt? Het is je eerste neiging er ja maar tegen te zeggen. Je wil er vanaf, het is irritant. Nou, in sommige gevallen lukt dat, maar in 9 van de 10 gevallen komt het probleem de hele tijd terug. Nou, het kenmerkende van omdenken is dat je niet ja maar zegt tegen het probleem, maar je zegt er ja tegen, je accepteert het. En door het te accepteren zou je kunnen zeggen dat je over het magische vermogen beschikt om op precies datzelfde moment een probleem te transformeren tot een feit. Er zijn 3 borden in totaal. Het is net als met kinderen, je maakt het alleen maar erger. Maak van een ja maar, een ja van een probleem, een feit. En dat scheelt al een hele hoop gedoe. Alleen als het daarbij zou blijven, dan zou omdenken niet meer zijn dan berusten. Je passief bij de dingen neerleggen. Dat is het niet, omdenken is namelijk actiever. Daarna volgt namelijk een tweede stap, ja en. Door vervolgens met dit feit mee te bewegen, maak je van precies hetzelfde feit, wat in eerste instantie een probleem was, een nieuwe mogelijkheid. Hij gaat even uitrusten. Maak van een probleem een feit en van een feit een mogelijkheid. Van een ja maar een ja en van een ja en ja. En hier kijk je net zoals Harry naar hoe de dingen zouden moeten zijn. En dus zie je allerlei problemen. Hier kijk je naar hoe de dingen zijn. En dus neem je feiten waar. En hier kijk je naar hoe de dingen zouden kunnen zijn. Hey, daar ben ik weer. Vond je het een leuk filmpje? Ik vond het een leuk filmpje. Vond jij het een leuk filmpje? Liken, doe even een like. Doe dat, likes is leuk. En opmerkingen, je kan gaan posten, vragen, doe het hieronder. Allerbelangrijkste, dan komt hij weer, de abonneerknop. Ding, 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 abonneer. Je kan je abonneren, dan krijg je als eerste alle heerlijkheden van Omdenken in jouw inbox. Abonneer.